Ben je te oud om te leren? Ik dacht in eerste instantie van wel. Heel veel mensen in mijn naaste omgeving dachten in mijn geval ook van wel. Maar dat dachten ze ook altijd op de basisschool zat. Ik wil me kort even voorstellen. Ik ben Bram Schoor. Drie dochters en ik heb een vrouw en ik ben woonachtig in Rijssen. Ik ben aan dit traject heb ik deelgenomen omdat ik de geleerde dingen nooit meer wil vergeten. Het ging vroeger eigenlijk al een beetje mis bij de spreekbeurten. Ik stond de basisschool voor de klas. Je zag wat vragende blikken, wat lachende blikken. En ik was eigenlijk al heel snel de draad kwijt. Ik ben nu een jaar of 44 bezig om wat meer structuur te krijgen in het hoofd. Maar ook op papier met het presenteren. En toch is het Marije gelukt om het eigenlijk in 3 maanden voor elkaar te krijgen. Ze heeft mij getransformeerd van minder chaot naar meer mistere structuur, zeg maar. Ik praat veel. Ik praat soms te veel. Ik praat soms heel erg makkelijk. Alleen dat is vaak in informele settingen en niet in formele settingen. Want met formele zettingen moet je echt vaak binnen een bepaald kader blijven, binnen lijntjes kleuren. En ik treed vaak liever uit het kader en ik kleur er ook vaak liever buiten. Als ik jullie een tip mag geven, als jullie je herkent in hetgene wat ik doormaak of waar ik moeite mee had, dan geef ik jullie de tip om Marije te bellen, want die kan jullie daar gewoon vanaf helpen. Zoiets, denk ik.